Welkom back everybody en welkom terug op het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag heb ik een lekker snelle moab. Hij is 1 minuut 39 seconden en 1. Klein beetje. En dat zal je zien. Ik zal er direct een timer in plaatsen. Wanneer ik de eerste kill heb gemaakt. Dus echt de eerste kill. Voor mijn dingen zie je hem rechts onderin staan. Hier zou je hem direct zien staan. Daar begint mijn tijd te lopen. En ja, het was lekker snellere moab. En ja, ik zeg gewoon geniet ervan als vast. Want het is super snel deze moab. En ik ben er wel eens blij mee. Hij is op de PS3 gehaald. Zoals je ziet met de P90 heb ik Extended Mag, Silencer en natuurlijk de standaard perks. Scavenger, Quickdoor, Stalker. En ik unlock Slide of Hand, Assassin, Hardline en al de perks. En ik heb natuurlijk Juiced. Al zou ik heel vaak doodgaan. Ja, wat ik vandaag over wil vertellen is gewoon over deze gameplay. Gameplay was lekker. De gameplay was smooth. De gameplay was super. Ik ging, ja, grachten echt wel lekker er doorheen. Hoe laat was het? Rond 11 uur tot 12, half 1 dat ik gespeeld heb. Of echt gespeeld heb, wanneer ik echt lekker liep. Ging het echt super lekker. Ik had een aantal moabs, een stuk of 4, 5 die avond nog. Dus het is lekker weer meegenomen. En ja, dit was het beste resultaat. We zaten een potje te doen. Ik zat volgens mij het eerste... Dit was het eerste potje dat ik met deze drie mensen meespeelde. En ja, die inviten me al natuurlijk. Eentje stond er natuurlijk in mijn vriendenlijst. En die inviten me. Nou, ik denk, weet je wat, ik ga met hun meedoen. En we komen in Bootleg Domination. En stonden ervan te kijken ineens dat ik al een moab had. Ik zei, ik heb er één. Ik heb een moab. Heel droog. Ik heb een moab. En ja, dat is hem gewoon. Maar hierna komt ook nog een stukje, ongeveer 40 seconden, een promo. En die promo is van The Real Kevin. En die gaat een 24 uur livestream houden. Maar in die promo wordt de rest een beetje zelf uitgelegd. Het is mooi in elkaar geshot door Kevin. Dus daar kan je nog meer informatie vinden wanneer die livestream van hem plaatsvindt. Dat weet ik het allemaal niet. Vind je daarin. Ik wil iedereen alvast hartelijk bedanken die daarna deze video heeft gekeken. En zeg ik altijd liken, reactie. En ik zeg tegen iedereen, see you later everybody.